We hebben de prijs gewonnen, de raadsmeter. En dat is een prijs die de gemeenteraad uitreikt aan een raadsvoorstel wat geschreven is en wat het beste raadsvoorstel is in het jaar geschreven. En dat voorstel is door Sander Weertman geschreven. En we hebben met het programma Omgevingswet, want in dat kader is het plan geschreven. Het gaat over de ambities die deze gemeente heeft met de invoering van de Omgevingswet. Een nieuwe wet die op 1 januari 2022 wordt ingevoerd. En dit waren de ambities die de gemeenteraad onderschreven heeft. Waarin ze aan hebben gegeven hoe ze die Omgevingswet willen in gaan voeren. Dank u. En zou u mij even kunnen laten zien? Ja, zo. Ja. Kijk eens. U had het net al over de Gouden Kalf of zoiets. Is dat vergelijkbaar? De Gouden Kalf kun je als beste film. En dit is eigenlijk de enige prijs die als ambtenaar bij de gemeente Almelo kunt winnen. Het beste raadsvoorstel van een jaar. Dus dat is hartstikke leuk om het te verdienen. Heeft u daar speciaal op gewerkt om die prijs te winnen? Nee. Je doet altijd je best en niet om specifiek deze te willen winnen. Sterker nog, hij was in de maanden daarvoor was het nog maar de vraag of de raad het überhaupt geagendeerd wou hebben. Dus hij is van flop naar top gegaan, om het maar zo te zeggen. Ja. En heeft u dit thuis uitgewerkt of nog hier op het gemeentehuis? Nee, het voorstel dateert al van begin vorig jaar, van begin 2019. Dus toen was het woordje corona nog geheel onbekend. Dus dat hebben we gewoon in dit prachtige stadhuis geschreven.